de 16e en 17e plek gekomen, want het had zwaar geregend. Het was dus glad. Dat ondervond ook Robert Doornbos. De man die vooraan staat met de carjack wordt op zijn knie geraakt. Dan had het even lastig. Maar het was niet zomaar de fout van Robert Doornbos, want even later komt Christian Albers aan.